Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken heeft vandaag een spoedvergadering gehouden met de leiding van het Jeugdparlement. Dat zegt voorzitter van het Jeugdparlement Kelvin Konicki tegenover onze nieuwsdienst. Deze vergadering heeft te maken met het probleem waarmee het Jeugdinstituut zaterdag te kampen heeft gekregen. De kandidaat jeugdambassadeurs voor CARICOM zouden kennis maken met de jeugdparlementariërs. Echter is de vergadering verdacht omdat de lijst van de kandidaten vlak voor aanvang van de vergadering is gemaild. Konicki vond dit niet netjes en besloot de vergadering te verdagen. Dit tot grote ontevredenheid van de leden. Tegenover de pers verklaarde hij zaterdag dat hij graag had dat de commissie die de verkiezingen voorbereidt aanwezig was. Vreemd dat we de commissie ook vandaag niet hier hebben gezien. De commissie zou ook in zo'n bijzondere kennismaking. Misschien wel graag de commissie. Weet je? En waarom is de commissie niet hier? Dus de zaken zijn vreselijk onduidelijk. Dus dit gebeurt wel eens vaker? Heb ik niet gezegd. Nee, ik vraag. Heb ik niet gezegd. Ja. Wat ik wel zeg, als er wordt gezegd vanuit de statement, vanuit de zaal, van dit is en noem maar op, als het zo is gebeurd, dan is het zo gebeurd. Maar het team nu 2017-2020 zal zich niet inzetten voor onvolledige informatie. Laat dat duidelijk zijn. Heer Konicki, de statement en de uitleg dat u net hier hebt gegeven, Als u dat ook in de zaal had gedaan, denkt u dat u dan de mensen niet achter u zou krijgen? Dat er dan veel meer, want u hebt in feite dit aan hun niet voorgelegd. Nee, maar laat dat duidelijk zijn, de manier hoe de vergadering aan toe is gegaan. Er is duidelijk voorgehouden, er is maar één lid op één post als female. Er wordt niet daarop gereageerd. Er is ook aangegeven, er komt iemand erbij. Okay. Hoe zit het daarmee? Er wordt totaal niet daarop ingegaan. Men focust op zaken in stemming brengen. Misschien krijg ik het gevoel als ook vanaf de zaal het spelletje wordt gespeeld. En dat moeten we proberen recht te trekken. Konicki zegt verder dat hij nooit zal toelaten dat het jeugdparlement niet serieus wordt genomen. Indien nodig zal hij scherper optreden. Tot slot wil ik zeggen, op het moment dat wij merken dat nog steeds gehandeld wordt op de manier dat wij dat niet accepteren, als nu bijvoorbeeld toen een vergadering doorgaat, dan wil ik u wel uitleggen en dan wil ik wel duidelijk zijn. En dan kunt u me ook geloven en voor alle vertrouwen erop. Dat we scherper zullen gaan in onze benadering wanneer het gaat om de verkiezingen van ambassadeur, SDG en sportambassadeur. Dankjewel voor je tijd. En even, ik hoop dat even een laatste vraag. Mocht mijn collega groot gelijk hebben dat aankomende 28 juli de vergadering is, verkiezingen, wat gaan jullie dan doen? En daarom zeg ik, we zullen scherper zijn in onze benadering. Misschien mag ik ook erbij vermelden, er is een spoed. De voorzitter van de jaar, jeugdadviesraad, heeft gebeld. En er komt hoogwaarschijnlijk een spoedvergadering met de desbetreffende actoren. Zowel de kiescommissie, het jeugdparlement, het ministerie en jeugdadviesraad. Dus we kijken wat er maandag uit de bus komt. Plaatsvervangend ondervoorzitter Senani van Troo en daarvoor voorzitter van het jeugdparlement Kelvin Konicki. Pas woensdag zal duidelijk worden gemaakt welke richting de verkiezingen voor jeugdambassadeurs zal opgaan, laat Konicki telefonisch optekenen.